Hey, Misha hier van UC Station. We staan hier bij Casa 400 bij de feestelijke opening van United Tastes of 1097. Het is een hele mond vol, maar dan mag in een restaurant. We gaan kijken of het een beetje iets is. Zullen we binnen gaan? Oh, cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon, where you gonna run to? Where you gonna run to? United Tastes of 1097. En alle andere postcodes die nog gaan volgen, niet alleen in Amsterdam, maar in de hele wereld, want we hebben ambities. Nou, we gaan de keuken in. Het is een beetje druk. Nou, we zijn hier druk bezig met het maken van alle heerlijke hapjes. Wat is je naam? Michael de Boys. En hoe ben je hier komen werken? Hoe ik hier ben komen werken? Ja. Ik ben de docent en begeleider van leerlingen van 15. En wij zijn natuurlijk vanuit 15 met een grote club hier naartoe verhuisd. Zodoende ben ik zelf ook mee verhuisd. Samen met Tijmen, degene die hier aan de kachel staat, runnen wij met z'n tweeën deze keuken. Samen met de leerlingen die we meegenomen hebben. De helft ook in 15 gelaten. Het zijn allemaal jongeren? Allemaal jongeren, ja. En hoe zijn die hier terechtgekomen dan eigenlijk? Zij zijn hier gekomen via een reïntegratiebedrijf die Wajong jongeren van het UWV terugplaatst op de arbeidsmarkt. En ja, daar zijn wij dus mee gaan samenwerken. Don't you see me praying? Ik zit hier met Sjors Ruiten. Sjors Ruiten, jij bent een bewoner. Ja, dat klopt. Ik woon hier in Casa 400 in het oude James Watt gebouw. Ja, ik vind het heel leuk dat hier al eindelijk een goed restaurant zit. En of het goed is, ja, dat weet ik niet. Ik heb nu een bordje voor me, dus we gaan het even proeven. Wat eet jij nou normaal als student zijn? Over het algemeen magnetronmaaltijden en pasta. Neem eens even lekker een hapje. Ik vind hem lekker. Ik denk dat ik hier vaker ga eten en ik denk dat het ook lekker is dat ik hier met maatjes van medebewoners hier ook kan gaan eten. Goud eerlijk? Ja, goud eerlijk. Okay, nou, Sjors, ik zeg proost op een geslaagde avond en op een goede toekomst. Kijk even de camera, Sjors.